Hallo serpentjes, ik ben Rico Serp Gameplay. We zijn hier bij een man met een vat met zuur. En dat komt hem duur te staan. Want er zit zuur in. Kijk, hoeveel woorden ken je die rijmen met het woord zuur? Oh nee, het is een deur met een ding waarvan je doodgaat. Wat? Oh. Het is weer zo'n, eentje. Oké, hier hebben we een bel. Het is wel zo ver, hè, Jigsaw. Je kan ook niet eens een keer iets nieuws verzinnen, hè. Ik vind het wel handig dat ze in deze game, zeg maar, de dingen die je moet vinden, dat dat, zeg maar, al een rode schaduw is. Het is wel heel duidelijk wat je waar moet doen, weet je wel. In Saw 1, als je een vel vond, was zo van, ja, wat moet je dat ding nou eigenlijk kwijt? En hier is gewoon, ja, maar uiteindelijk is het wel, je weet wel waar je het moet plaatsen uiteindelijk. Ja, maar dit is wel duidelijker. Het is duidelijk, maar ja. Zullen we gewoon in het vat met vuur springen om te kijken wat er gebeurt? Doe het. Kan je het doen? Nee, ik kan niet springen in dit spel. Dat vind ik zo irritant. In games waar je niet in kan springen. Ik wil gewoon kunnen springen. Vind ik fijn. Dat hebben ze waarschijnlijk gedaan zodat je niet dingen kan glitchen en alles. Ja, oké. Maar even kijken. Ik moet die ketting eraf krijgen. Want dan gaat... Wat gebeurt er? Oh, dan gaat zijn deurtje open zeker. Waarschijnlijk wel. Ik zou gewoon eerst die valve proberen te vinden. Ja, we gaan gewoon even een rondje lopen, weet je wel. Gewoon een valve vinden. Oh, cool. Een medikitje, joh. Ah, nice. Gebruik hem meteen. Oh, meteen gebruik je voor de zekerheid. Ja, zeker. Oh, nog een deur? Oh, nee toch? Wat? Al die deuren hier. Wat? Oh, bijna een heel groot mesblad in mijn buik. Lol, YOLO. Oh, dat had je wel een keer mogen laten zien eigenlijk. Was wel leuk. Heb ik al een keer gedaan, volgens mij, in echt. Ik ben het nog een keer laten zien. Het is nooit. Je kan nooit te veel bloed hebben. Ja, je hebt nooit te veel bloed, ja. Oh, heb je trouwens die film al gezien of niet? De Collector. Nee, nog steeds niet. Oh, man. Oké, dit is gewoon een lift. Ik dacht echt dat er zo'n beuker uitkwam, maar voor mij komt er wel een beuker in het moment. Volgens mij wel. Ik denk het niet, die beukers, nee joh. Dat hebben we nu al gezien. Ik hoor iemand in één keer, ah, Jesus Christ. Ik denk inderdaad dat er een beuker is. Oh, daar zag geen zin in. Hoogstwaarschijnlijk wel, ja. Hallo? Hey, je ziet ook wel wat hij is, hè? Nee. Jawel. Zie je hem al? Hey, je ziet hem niet, maar je weet dat hij in zo'n container zat. Ja, dat laat ze zo'n container vallen, ja. En dan de container zo... Waarom heb ik precies zo'n fuse gebruikt eigenlijk? Is onze fuse box, oké. Ik zou het niet doen als ik jou was. Ik heb het al gedaan, dit is te laat, Daniel. Ik kan hier een hondbakknuppel unlocken, maar die heb ik al. Doen we ook maar even niet. Hier is een deurtje, oké, dat gaat maar goed. Deur open. Welke wapen heb je eigenlijk? Je hebt gewoon een bed. Een bed. Batman. Bed. Die grap maakte de vorige aflevering ook al van Batman. Waarschijnlijk komt hij op de terugweg, die vent. Ik vraag me echt af of hij een geweer kan hebben, dat is een Saw 1. Ik denk het niet, maar het zou wel cool zijn. Ja, die revolver was ook zo leuk, omdat die zo fucking random was en zo derpy. Derpen. Maar hij was ook overpowered als de klote, man. Ja, maar er zat ook fucking weinig kogels in, toch? Je kon drie keer schieten. Je kon drie keer schieten. Maar goed. Nu heb ik eigenlijk best wel zin om een keer verder te gaan met Saw 1. Nee, het mag, weet je. Oh, ik snap wel, met die handmade lockpick kun je natuurlijk hierheen. Logisch. Oh, combination lock? Nee, really? Dude, combination lock. Why? Oh my god, wacht, weet je wat, Rick? Ga je het opzoeken? Ik ga het anders aanpakken. Wat ga je doen? Ik ga het even anders aanpakken. Oké, en dat is? Ik ga gewoon dat getal opzoeken, eigenlijk eens kijken of ik het kan vinden. Nou, meestal de muren. Ik heb hier drie deuren volgens mij. Ja, ik heb hier drie deuren, dus het zal iets zijn. Maar je mag het opzoeken voor mij. Ja, als jij pas even probeert te zoeken, dan ga ik wel eventjes opzoeken. Voor het geval dat het niet lukt, zeg maar. Voor het geval dat het niet lukt, zeg maar. Oké, cool. Wat hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk. Ik vind het zo kut dat het allemaal zo donker is. Zie geen bal. Het is helemaal niet zo donker. Het is fucking donker, man. Oh, het is inderdaad redelijk donker. Wow. Dat is waarschijnlijk. Ik gok dat de wc's iets met de nummers te maken. Oh, we mogen weer de toiletten zoeken. Nice, yes. Zo één herinneringen. Oh, lekker genieten. Hoe ging dat ook alweer? Oh, je moet gewoon een beetje rond. Hoe stuur ik dit? Gewoon rondkijken, met je hand. Oh nee, wacht. Je moet er gewoon alleen op pakken drukken, toch? Ja, maar je miste. Nee, ik dacht dat ik de hand moest sturen, maar ik moet alleen pakken als hij erbij is. Je kan je hand besturen, dat kan je doen. Wel. Jawel, tuurlijk kan je dat doen. In Saw 1 kon je het niet. In Saw 1 kon je dat doen, dus ik ga er vanuit van wel. Ik heb hem. Nice. Ik ga hem eventjes met die ding gebruiken trouwens. Het lijkt me een goed idee om eerlijk te zijn. Het is jammer dat het zo donker is, want in Saw 1 zag je hem dan echt al die spuiten uit zijn hand trekken. Zo lolidodido. Maar waarschijnlijk komt dat nog wel een keertje. Geen zorgen, Daniel. En als je het nog graag wil zien, ga het zo eens in, kijk. True. Oké, we hebben nu een couplet. Een couplet. Ja, je moet wel een Frans uitspreken, hè. Couplet. Couplet. Dat is een lege WC. En dit is ook een lege WC. As the English might call it. I would pee in the WC, man. The WC. I would definitely pee in the WC. Oké, hier is nog een deur. Driehoekje. Kruisje. Heb je nog een getal gevonden of niet? Nee, oh hier is een couplet. Heb
Binnen er nog een couplet? Couplet? Hoe spreken die Fransen dat bij elkaar dan? Hoe moet ik dat weten? Oh, gepolariseerd. Oh nee, dit is weer zo'n ding met die dingen die elkaar afstoten daar. Nou, het is een heel kleintje, het is een heel kleintje. Je moet denken aan mijn penis. Ik heb een getal gevonden. Ik ben trots op mezelf. Nou, oh, ik heb hier twee lampjes. Oké dan. Nou ja, ik weet sowieso welke kant die lampjes op moeten staan. Dat is al vast natuurlijk. Dat is al fijn. Ik weet het al. Ik ga hem lekker in de chat zetten. Dat is gewoon niet aardig, hè? Lukt het? Nee, ik weet al waar de lampjes heen moeten staan. Dat is handig. Ah, dat is wel handig. Dus kijk, je weet ook, dan kun je hem al redelijk invullen. Dat zei je ook altijd. Als je een beetje wat dingen weet, dan kun je hem ook wel redelijk invullen. Je moet eerst alles van tevoren neerzetten en dan... Weet je wel. Dan komt alles goed. Altijd eerst een hakenkruisje maken en dan komt alles goed. Oh, ik had hem opeens. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar ik heb hem opeens. Oké, mooi. Het was totaal de bedoeling, toch? Was totaal de bedoeling? Ja, tuurlijk. Nou, dat heb ik gedaan. Wat nu? Ik moet weer terug, maar ik haat hoe donker het hier is. Verdorie. Dan zou ik wel eerst... Als je terug gaat, kan ik je het getal geven als je wilt. Ja, want wat doen we eigenlijk nog de moeite voor momenteel? Oh, ik kan nu deze deur doorpikken. Dat is wel fijn. Wat deed die circuitbox nou eigenlijk? Helemaal niks. Hij heeft iets vrijgemaakt. Ik weet niet wat. Maar wat? Normaal zie je dat. Een filmpje van wat het vrijmaakt. Ja, maar misschien deze keer niet. Nee, blijkbaar. Oké, misschien text. Moet je eerst die valve zien te vinden. Of... Darkless Illuminates. Die heeft hij ook echt fucking vaak gebruikt in Sal 1. Darkless Illuminates. Van, oh, de donkerheid verlicht. Oh, wat ik denk, alle vier de wc's. Ik gok alle vier de wc's open. En dan je zaklamp uit. Ik zie het al. Ja, er staat een 6. Zie je dat? 6? Oeh, snap. 6. En dan moet ik natuurlijk mijn lampje uitzetten. Ik vind dat, ik vind dat soort puzzels leuk, alleen het is veel te overused nu in Saal. Yep. De lamp uit en dan vind je de code. Om de 7 seconden wordt het gebruikt, weet je wel. Oké, maar ik vind alleen die 6 trouwens, dat is wel kut. Serieus, je alleen de 6? Ja. Ik zie namelijk ook een 2. Echt waar, waar? Nergens. Verdomme, Daniel. Dus ik zie alleen die 6. Misschien moet je aan de andere kant kijken, want aan de andere kant, weet je, er zit een gat in de muur, Rick. Ja, maar daar kan je niet doorheen. Dan kan je er doorheen kijken, of niet? Nee, dat werkt niet, want die kamer kan ik ook gewoon in en daar zagen we al niks. Want daar heb ik ook al gelopen met mijn lampje. Maar heb je daar je lampje ook uitgedaan? Oh, verdomme, helemaal geen zin in. Oeh. Ik ga het alweer proberen. Maar dan weet je ook de volgorde niet meer, dat is helemaal niet handig. Tuurlijk weet ik de volgorde wel. Nou, ik geef het op, wat is de code? 6, 2, 0. Oké, dus we moeten helemaal terug en dan 6, 2, 0. Nu komt waarschijnlijk de beuker. Niet eens. Even kijken, waar moest je die code sowieso ook weer invullen? Ik word echt boos als het niet 6, 2, 0 is, hè? Maar het feit dat je lacht beloopt al heel weinig goeds. Oh, ik geef je de verkeerde code en dan kun je weer helemaal teruglopen. Dit is echt zo grappig. Nee, dat is de goeie. Het is echt alsof ik samenwerk met een kleuter hier, Daniel. We hebben een kleuter, man. Oh, maar de deur is achter me dicht gegaan. Waarom is de deur achter me dicht gegaan? Ik weet niet, maar misschien moest je de andere kant op gaan. Waar was het überhaupt? Ik weet niet meer wat het was. Ik weet het ook echt niet meer. Geen flauw idee, maar het is echt 6-2-0. Ik garandeer dat het 6-2-0 is. Oké. Maar ik weet gewoon dat je me niet echt vertrouwde daarin. En dat ik dacht van... Ik ga wel gewoon omhoog met de trap, dat is vast goed. Trappen maar je moest recht in de trap gaan. Wat? Je moest recht in de trap gaan. Ik maak je paranoïde. Dat stop was bij die trap, dat is waar ook. Hey. Ik dacht, ik was even. Oh, ik ben echt helemaal verdwaald, weet je dat? Dat merk ik inderdaad best. Oh, Daniel toch. Ik wil dat je over die manier. Je helemaal paranoïde aan het worden bent, dat vind ik wel leuk. Ja, ik ben gewoon een beetje in de war soms, hè. Het werkt! Daniel heeft iets goed gedaan. Daniel's eerste bijdrage. Aan deze serie, ik kan hier opstaan, dat is voor homo's. Ik ga gewoon mijn case file pakken en een keer. Ik sla op, Rick, sla op. Dan crasht hij weer, weet je nog? Oké, kijk, hier kunnen we vast een leuke minigame doen. Oh, we moeten containers verplaatsen, cool. Oh, dat is genieten. Je found the case file, YOLO. Ik heb best wel zin in een kipnugget eigenlijk. Kijkers, wie hostelt een kipnugget voor Daniel? Oké. Als je het doet... Ik kan containers verplaatsen, wat moet ik hier nou weer mee? Doe het. Ja, wat gaan we doen? Pak die ene met dat ding. Oh, daar zit een mannetje in, daar zit die beuker in natuurlijk. Maak hem dood. Laat het vallen? Ja, nee, die ene met die ribbons erom, zeg maar. Ja, waar moet die heen? Ik weet niet, op de grond. Hier is nog een gaatje vrij voor hem. Oh, hij staat natuurlijk gewoon in de weg. Ja, natuurlijk, hij staat in de weg. Hang hem op. Kut. Blijf hem laten hangen. Laat hem hangen. Wat heb je gedaan? Zet hem gewoon een beetje neer aan alle kanten. Hierop. Ja hoor. Pats. Is het niet goed?
En dan komt dit er dan uit, want nu is hij van, ik ben boos. Oh, ik kan het algemene containers gewoon verplaatsen, zie ik al. Of je probeert nu eens gewoon eens een keer doorheen te lopen nu. Ja, maar ik kan niet weg, al wel. Oké, nou, zou dit goed zijn, denk je? Ik denk wel, op, maar... ik denk wel dat het goed is, eigenlijk gezegd. Hoi, goedemiddag! Hoi! Meneertje! Oh, ik had hem perfect gedodged. Hoppakee, klap voor je bikerskate krijgen. Oh, dat is echt een man, wat? Een echte man, ja. Wat? Oh, ik begin wel goed te worden in die quick time mensen in elkaar slaan, die fans. Dit is wel meer bloederig, moet ik toegeven. Ja? Dus bloederiger, ja, dan zo één. Kijk, ik heb ook bloederige voetstapjes, net GTA. Vind ik altijd zo leuk in GTA. Dan maak je iemand dood met een bloederige voetstap eigenlijk gewoon in het algemeen. Nou, dat was een zo één ook. Oh, ik heb een knop. Zullen we op de knop drukken? Altijd. Als je bij 5000 likes, weet je wat er gebeurt. Oké, ik druk op de knop. Wat gebeurt er? Niks. Zeg maar zo'n jig. Oh, wat? Ik kan nog een keer drukken. Huh? Wat? Ik moet iets heel snel doen, zo te zien, want dit is groen en dit is rood. En dit is groen en dit is rood. Ik zou gewoon groen doen. Ik laat hem gewoon op groen staan. Ja, maar dan ga ik één keer weer terug. Dat is het probleem. Natuurlijk kan je weer terug, of niet? Nee, hij gaat weer terug van groen naar rood en. Ik zet hem op groen, Een paar seconden. Fuck de knop, weet je wel. Fuck ja, de precies. Knop. Ik geloof dit ook allemaal wel. Loop gewoon terug naar waar je. Ik probeer even die pijp te pakken hier. Er ligt hier een pijp, die wil ik wel even mee. Wat ga je proberen te pakken? Die man heeft een pijp gedropt, alleen die ligt hier ergens op de grond. Ik kan hem niet goed vinden. Ga je pijpen? Ja. Nee. Okay. Even ligt dat tering. Tering, laaier. Oké, man, ik heb zijn pijp. We hebben hem. Maar ik wil weten wat het knopje doet, ik ben benieuwd. Volgens mij doet niks. Het is gewoon zo'n jigsaw-klootzak momentje, weet je wel, dat is een knopje, dat zou zomaar kunnen, weet je wel. Maar in die doos zit sowieso een beuker. Een beuker? Ja, dat is een Harry Potter, weet je wel. Waarom heb ik die doos nu sowieso weggehaald eigenlijk, waarom deed ik dat? Oh cool, ik heb dit vrijgespeeld. Omdat hij ergens voor stond, volgens mij. Ja, voor de lift stond hij. Precies. We hebben het gehaald. Kan je naar binnen gaan? Ja, de lift kan ook nog omhoog zelfs. Wow. Nice. Oké, ik heb nog steeds bloedige voetstappen. De hele lift zit vol met bloedige voetstappen, joh. Maf Kees. Maak hem ze helemaal rood. Ga verder. Nee, het is alweer opgehouden, jammer genoeg. Sorry, Daniel. Oh, daar! Wat is er gebeurd? Ik dacht, ik zet mijn lampje aan, maar ik had net een quicktime event waar ik op het rondje moest drukken. En toen ging ik dood. Yeah! Woo! Yeah! Dat, Wat is dit nou voor quote? Look closer, Detective Matthews. En dan Saw 2. Nou, oké. En moet je dichterbij kijken. En die detective heet Kerry. Nou heb ik honger. Ik heb best wel zin in Kerry. Wie noemt ze zoon nou weer Kerry? Wie noemt zijn dochter nou Merel? Dat is ook zo raar. Nee! Ik vind het ook zo'n rare naam. Kijk dan! Weet je weer helemaal... Wat? Weet je weer helemaal terug? Nee! Het is ook waardeloos hoor. Maar je weet nu de code wel, dus je kan in één keer dan naar boven. Oh ja, dat is waar. En je kan het ding in één keer verplaatsen en dan weet je waar je heen moet gaan. En je weet dat er nu een quicktime event gaat zijn. Ja, het was echt lullig. Het was echt lullig. Echt piemelig ook gewoon. Nee, is wel. Zou ik het hele stuk met die couplet gaan over kunnen slaan? Nee, voor mij wel, want in Saw 1 kon je ook echt gewoon echt een 30 minuten stuk overslaan. Dus je gewoon de code al een keer had. Ik denk, probeer het gewoon. Wist je dat nog, Daniel? We Saw de game 1, dan moest je op een gegeven moment een code aan het begin van het hoofdstuk. En aan het einde van het hoofdstuk kwam je pas achter de code. Maar daarom is het racen van het spel niet zo geweldig leuk, lijkt mij. Als je alle codes weet. Precies, als je gewoon de codes uit je hoofd. Nee, ik pak die combination door, krijg ik een fucking schok. Ja, daar staat stroom op. Oké, dus we moeten toch wel die andere kant nog moet op. Moet je toch inderdaad eerst dat ene. Misschien mag ik wel graag terug naar die... Nou, dat laat ik doen met mijn ding. Die fusebox, probeer dat eens aan of uit te zetten. Welke fusebox? Fusebox naast de deur. Dat is een fusebox. Als je die nou uitzet, misschien zat er dan geen elektriciteit meer op. Oh, slim. Ik zal even proberen. Weet je misschien wat die fusebox doet? Ah, dat was het gewoon. 6-2-0, hey. Toch? Ja. Nice, kijk, dit schiet lekker op zo. Wat is vlot. Rick en Daniel team. Wow. Je kan niet zelfs opslaan. Ik weet niet of je dan ook een checkpoint hebt, voor mij niet. Volgens mij, je had hier eerst opgeslagen, what the fuck? Nee, ik had die net niet opgeslagen, als iets me duurt lang. Ik gebruik deze tape recorders echt alleen aan het einde van video's. Deze dude. Maar de game staat serieus uit zichzelf op, die tape recorders voegen niks toe. Ja, maar dat zijn checkpoints, nu staat hij zeg maar... Echt waar? Ja. Nou, laten we wel voor dit karretje weer pakken dan, voor de grap. Even. Gewoon funsies. Hey. Funsies. Doe ik wel even op het knopje, gewoon even voor de fun op het knopje duwen. Nee, dit werkt echt... Oh, nee, dit andere kant op, hond! Grijp mijn gevoelens niet, deze game.
Nou, dan komt hier een man daar vandaan. Hey, Piotr. Heb je hem weer? Ik zou wel een knopje doen, Joos. Waarschijnlijk maakt het knopje gewoon alleen die deur open. Kijk. Hey, wacht, hij slaapt me. Hij slaapt me nog steeds. Ik ben niet zo goed in Guitar Hero. Dat zie ik. Wauw. Oh nee, verkeerde knopje. Alweer. Ik weet nog een keer, in echt in een van de eerste afleveringen, dat ik het de hele tijd verkeerd deed. Dat iedere keer, zeg maar... De vent lukte hier niet. Het balkje moest krijgen, lukte iedere keer. Maar dan de aanval zelf lukte niet, waardoor we echt 2 minuten lang quicktime event hadden. Maar waarschijnlijk kan open het knopje gewoon de deur, ja. Dat zei ik net, maar volgens mij, ik denk dat het is. Ik denk niet dat het iets anders is. Nou, ik denk dat jij iets anders bent. Ik denk dat ik inderdaad anders ben dan normaal. Oh, wacht, dit opent ook de deur achter me volgens mij, ja. Moet je zien. Wow, ik zei KP-bike. Nee, ja, toch wel. Oké, wat gebeurde er ook alweer? Iets met een quicktime event net? Ja, eerst naar de ding gaan. Met de lift bedoel je? Ja, en dan het quicktime event wel halen. Nou, dat kan. Dat is een mogelijkheid. Dat is ook lullig, want na die quicktime event was sowieso gewoon een checkpoint. Want je kan niet meer teruglopen en shit. Misschien wel, misschien niet. Dus we werden echt genaaid eigenlijk. In onze poepertjes. Dus dat jij veel behoorlijk hard faalde. Nou ja, jij wordt niet zo hard genaaid. Je hoeft alleen maar te kijken, maar... Ik voel me in ieder geval redelijk hard genomen. Maar dat was ook je eigen schuld. Verlopen. Weet je wel. What the fuck? Oh, het is een shotgun draadje! Heb je nou serieus? Ik zou smeren dat de vorige keer een quicktime event was. Maar ik ben blij, de shotgun draadjes zijn terug. I'm not even mad. Ik ben niet eens boos, ik kan niet boos op blijven hoor. De shotgun draadjes zijn terug. Wow. Dus er was inderdaad eerst een quicktime event. What the fuck? Last checkpoint, doe dat eens. Ik wil eens één ding probeer eens eroverheen te rennen in plaats van te lopen. Als ik nu die checkpoint heb van waar we opgeslagen hebben, dan wil ik het wel proberen, ja. Want eerst was je aan het rennen volgens mij, en nu liep je. Waarschijnlijk is dat het verschil ertussen. Moet je in deze game door die shotgun draadjes heen rennen, want je kan niet springen. Ik kan niet springen, dan ren ik er maar doorheen. Ja, nee, maar ik bedoel van... Het is zo één als je er doorheen rent, ben je dood. Maar die recorder werkt trouwens wel gewoon als checkpoint. Tuurlijk. Oké, we gaan nog één keer proberen. De video is al 17 minuten, dus... Speciaal voor jullie een verlengde video. Een like zou welkom zijn voor deze moeite, maar we dwingen niks af, hè. Ik ben niet zo van geforceerd liken, wel like of anders, zo ben ik niet. Alleen als je het leuk vindt, moet je liken natuurlijk. Maar als je het leuk vindt, waarom kijk je dan? Ah, fuck. Omdat je denkt van, ja, die Daniel is wel een leuke gozer, weet je, daarvoor kijk ik wel. Dat is de enige reden dat mensen kijken. Hij maakt me dood. Serieus, Rick, wow. Nee, hij maakt me niet dood. Haha, ik maak hem dood. Wat dacht je daarvan? Ik zou je HP gebruiken als ik jou was. Ik sla hem ook zo hard gewoon dat mijn knuppel breekt, dat is niet eens leuk meer. Pots! Nou breekt mijn knuppel! Daar komt dit spreekwoord vandaan. Ik dacht dat het knuppel penis was eigenlijk. Nee, voor mij is het klomp. Oh, we kunnen nu nog een keer opslaan, dat is slim. Dan slaan we gewoon nog een keer op. Hey. Scheelt weer werk. Voor het geval dat je dadelijk kunt, heb ik je. Voordat ik weer door het shotgun draadje heen loop, hoef ik niet eens weer die fucking container te verplaatsen, weet je wel. Oké, we gaan voor speciaal voor Daniel rennen we er doorheen en anders zien we jullie de volgende aflevering weer met een nieuwe aflevering van Saw the Game 2. Saw the Game? Ik weet nog steeds niet of ze nou een speciaal voor ons een deel 3 gaan maken. We hebben een mailtje gestuurd, maar we wachten nog op antwoord. Hebben we eigenlijk een mailtje gestuurd of hebben we... Nee, maar we doen alsof, Daniel. We zijn vergeten het mailtje te sturen, gaan we niet meteen dadelijk... We zijn vergeten het mailtje te sturen omdat wij het zijn. Even kijken hoor, ik vond het wel interessant die shotgun. Oh, je ziet het ook best wel duidelijk trouwens, moet ik zeggen. Kan ik hem disarmen? Redelijk over. Ik ga er nou eens... Ik heb het gewoon overleefd. Wat heb ik gedaan? Ik liep door de shotgun heen, maar ik leef nog. Who the fuck? What? Huh? Dat wil ik zien. Wauw. Maar je kon hem gewoon disarmen, alleen het was nog niet gelukt, zo te zien. Wauw, oké. Okay. Jammer shotgun. Wauw. Oké dan. Oké, dat is... televisie. Nee. Oh, dit is best wel makkelijk eigenlijk, maar alsnog. Het is wel gewoon irritant. Zo van, hey, laten we een leuk thema verzinnen voor onze game. Oké, iedere keer over televisies heen lopen. Nee. Bedankt voor deze aflevering. Geen moment te liken. Als je deze video niet liked, moet jij over televisies heen lopen met je blij bakjes. Of niet? Maar dan wel over Dora's gezicht. Ja, over Dora televisies. Dan heb je plaatjes met Boots en Diego en Dora en de dode zee. Sniper, niet snipen! De dode zeeotter. Oeh, niet te vergeten. Dode zeeotter. Dat weet ik wel eens weer. Dan kijk voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei! Later!